En de actiegroep The Next Generation onder leiding van Safira Yasrin heeft vanmiddag bij het regeringsgebouw een brief achtergelaten voor vicepresident Ashwin Adin. Dat gebeurde na enkele toespraken die zijn gehouden tijdens een protestmanifestatie bij de oude Amerikaanse ambassade. Het protest is door diverse oppositieleden en andere politici ondersteund. Ondanks die ondersteuning was de opkomst niet geweldig. In de brief vragen de protesteerders de regering af te treden omdat zij het land steeds verder naar de afgrond brengt. Yasrin benadrukt dat de groep het vertrouwen in de regering nu helemaal heeft opgezegd. Wij gaan ons misnoegen uiten. We zijn in de fase van ombuigingen al voorbij. Dat heb ik al gezegd. Dus wij zeggen het vertrouwen in de regering op. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. We hebben een bestuurlijk systeem en daar zitten allerlei haken en ogen in. Ik probeer het simpel te houden. Dus onze stem gaat via de DNA, de volksvertegenwoordigers. Zij moeten uiteindelijk naar onze wil afdwingen, maar we moeten allemaal beseffen dat het volk bepaalt. Dat staat in artikel 1 van onze grondwet en dat staat in elk verdrag. Het volk is de ultieme macht. Dus als wij op een gegeven moment als collectief zeggen, we willen niet meer, dan moeten ze naar ons luisteren. Het zal een langere weg zijn, het zal veel voeten in de aarde vergen en er zal tot een volksopstand moeten komen. Misschien als ze niet gewillig meegaan, maar er zijn wegen en die gaan we zeker bewandelen. Is dat de bedoeling, een volksopstand? Nee, het is niet de bedoeling. We vragen nu vandaag aandacht aan de regering. We hebben de bal in hun veld gelegd, in hun doel gelegd. We vragen ze, je kan niet, het is bewezen, je kan niet eens een regering vormen nu. Yasrin hoopt dat de vicepresident een reactie geeft op de brief die is achtergelaten. Op de vraag of zij evenals Maisha Neus en Curtis Hofwijks ook een politieke partij wil oprichten, kon ze geen concreet antwoord geven. Het is niet de bedoeling van vandaag. Ik zeg nooit nooit. Als je me vijf jaar geleden had gevraagd, ga je ooit inzetten als activist, had ik je gezegd, nee, ik ga een wereldreis maken. Toch? Dat zou ik voor je hebben gejokt 5 jaar geleden. Dus ik ga daar geen uitspraak over doen. Ik hoop dat met onze daden en onze actie en de toekomst zal uitwijzen. En dan mag iedereen zelf zijn mening vormen. Maar ik ga geen uitspraken doen voor de toekomst. Dat is niet realistisch. Safira Yasrin van The Next Generation vandaag tijdens de vreedzame demonstratie nabij het regeringsgebouw. De groep gaat morgen om 14:00 door bij het Vlaggenplein op het Onafhankelijkheidsplein.